Goedendag. Het is eigenlijk nog amper voor te stellen, maar er staat heel ander weer op het programma voor komende week. Het was vandaag nog ideaal strandweer, zoals bijvoorbeeld hier in Katwijk. En ook morgen wacht het op veel plaatsen toch nog wel ideaal weer eens om even naar het strand te gaan. Maar ik zei het al, er komt echt heel ander weer aan. En daarvoor heb ik even de temperatuurkaart voor komende week meegenomen op 1500 meter hoogte. Beginnen we hier op zaterdag. En dan zien we nog dat de bovenlucht bij ons in onze omgeving nog vrij warm is. Je mag hier over het algemeen 10 tot 15 graden boven optellen. Wil je aan de temperatuur aan de grond komen? Nou, dan kom je nu nog op zomerse waarde van 25 graden of meer uit bij ons. En dat is eigenlijk ook al het geval in een heel groot deel van West-Europa. Koudere lucht ligt eigenlijk nog ver weg. Maar het gaat dus snel veranderen. En dat komt omdat een laagdrukgebied vanaf IJsland begint af te zakken. En connectie zoekt met een laagdrukgebied die al dit weekend over onze omgeving trekt. En dan zien we eigenlijk een bel met hele koude lucht afzakken via IJsland en de Britse eilanden naar onze omgeving. Sterker nog, op 1500 meter hoogte gaat het bijna vriezen bij ons. En samen met dus nog een hele warme Noordzee zorgt het voor de vorming voor flinke buien. Het wordt echt wel een natte week af en toe, zeker in de kustprovincies. En die temperatuur die gaat behoorlijk onderuit. En we zien zo eind volgende week echt wel een soort tong van koude lucht vanaf de noordelijke Noordzee helemaal afgezakt richting de Alpen. In de Alpenlanden wordt ook later komende week sneeuw verwacht op 1500 meter hoogte. Dus er staat echt wel even heel ander weer op programma. En in de luchtdrukafwijking zien we eigenlijk datzelfde patroon. Een lage drukgebied lijkt zich te nestelen boven Centraal-Europa en daardoor bij ons dus de toevoer vanuit het noorden. En hoe anders is dat eigenlijk nog verder het continent op? Daar dus de toevoer vanuit het zuiden tot zuidoosten en daar dus ook nog hogere temperaturen. We zien best al hele hoge waarden op dit moment of voor komende week in Lapland en het noordwesten van Rusland. Maar wij krijgen daar weinig van mee. Eigenlijk is het een heel West- en deel Centraal-Europa echt wel aan de koele kant voor komende week. Sterker nog, als je bijvoorbeeld nog op vakantie gaat naar Italië of richting Kroatië, ja, dan moet je toch nog wel rekening houden met veel regen en neerslag. Ook in de neerslagafwijking zien we het namelijk goed terug. Het wordt in die omgeving behoorlijk nat. En ook wij hebben dus meer neerslag dan normaal. En dat heeft dus te maken met die koude bovenlucht die over dat warme zeewater strijkt. En dan ontstaan er dus behoorlijk wat buien of buiengebieden. En de komende week is dus echt wel een beetje buiig. En bij middagtemperaturen die zomaar eens onder de 15 graden kunnen blijven bij een goede bui. Ja, echt wel even heel ander weer. Maar goed, het is wel waarschijnlijk van korte duur. De nazomer maakt later deze maand echt nog wel kans. Want als we naar de tweede week van mijn 30 dagen gaan, dan zien we namelijk dat het allemaal wat voorzichtig begint te herstellen. De signalen bij ons in de omgeving vervagen wat, maar we zien juist ten noorden van ons hoge drukinvloeden. En die hoge drukinvloeden zullen later deze maand, naar alle waarschijnlijkheid en naar alle verwachting, wat meer afzakken naar onze omgeving, waardoor waarschijnlijk wat stabieler en droger weer in de maak is. En als we kijken ook naar de temperatuurafwijking voor de tweede week, ja, dan zien we die blauwe kleuren alweer langzaam verdwijnen. Sterker nog, wat de rodere kleuren vanuit het noorden lijken alweer wat af te zakken naar ons. En het lijkt ook voor de meest voor de hand liggend dat we een noordoostelijke stroming ongeveer gaan krijgen. En erbij valt dus ook wel wat minder neerslag dan normaal. We zien ook weinig tintverschillen in onze omgeving voor die week. En als we nog even kijken naar de pluim, ja, dan zien we dus ook die hele koele eerste week terug. Temperaturen die overdag richting 15 graden gaan en bij een goede bui zomaar eens onder de 15 graden kunnen komen. Ja, en gaan we dan wat verder kijken in de 15-daagse, ja, dan zien we toch temperaturen die weer langzaam beginnen te stijgen en uit dat dal beginnen te komen. Als we naar de laatste twee weken van mijn 30-daagse gaan kijken, zien we een heel duidelijk signaal voor hoge drukinvloeden boven het continent en onze omgeving. Het ziet er naar uit dat de nazomer toch nog wel een goede kans gaat maken zo aan het eind van deze maand. En daarbij de temperaturen die ook iets hoger liggen dan gebruikelijk is voor eind september. En dan moet je toch wel rekening houden met temperaturen die zomaar eens naar 20 graden of nog iets meer gaan. Eigenlijk dus best wel ideaal weer. Het is wel een signaal. Het is nog even de vraag of het ook echt gaat gebeuren. Maar de nazomer lijkt toch echt wel een goede kans te maken. En als we naar de laatste kaart kijken voor mijn 30-daagse, ja, dan zien we dus dat die temperatuurafwijking nog wat verder toeneemt. Het signaal versterkt zelfs nog wat. En ja, dat stemt toch wel gerust dat mooi nazomerweer eind deze maand of begin oktober een goede kans gaat maken in onze omgeving. Kortom, het is komende week eerst vrij nat en koel met een noordelijke stroming, veel buien, veel regen en lage temperaturen. Maar een stabilisatie volgt een week later alweer, zoals het er nu naar uitziet. En dan maakt de nazomer echt nog wel een goede kans eind deze maand. Ik wens u een fijne dag.